ओ ब्रेंडो नमाक गए तोरी लाए ओ ब्रेंडो ये लुकु यूएफसी ये लुकु बिगी बॉय Non, mon loco Biggie Boy talk Biggie Boy abif na kamala trouvé. Ok, dan gaan we. We gotta give the people what they want, Dion en Jeff. We gaan Obrendo gewoon in die uitzending houden. Obrendo, ik had daar gewoon. We gaan naar de laatste nieuws item van vandaag. Jeff, kunnen we naar een beetje UFC? Want het is eigenlijk 20 minuten geleden al gevraagd dat we even over Biggie Boy gaan praten. Uppercut. Biggie Boy versus Sakai. Wat maken we ervan, jongens? Wat maken we hiervan? En trouwens, Biggie Boy heeft op zijn Facebook heeft die Nacho een big up gegeven van er is nog zaterdag mee en Luko Nacho en dat zaterdag dat wij Luko mee. Huh? Zaterdag, dat is twee hot items. Die man is gebrand om te winnen, maar Sabitak Boy. Aparte, is allemaal lastig. Je mag allemaal lastig op dat schrift. Je mag play toen zit er een gehoord en lekker man. Le coin baby. Maar man is hij. Je denkt boy. Biggie Boy is toch een brand voor mijn sand en man is hij. Nou, wat moet je doen? Look, nou, let me toch? Nou, let me. Ik me een fout. Sorry, nou, maar. Hey, Brando, dit is je. Biggie Boy vindt le coin baby. Maar man is hij. Boy, is dat Biggie Boy door een man, ja, boy. Echt, Biggie Boy, hoor, kan maar eens hier. Amanya, een groen jank, kom je daar, een groen jank. Oké, mensen, sorry, ik moet toch wel eventjes de realiteit eventjes erbij halen. Het wordt niet zo makkelijk. Het wordt niet zo makkelijk. Ja, ik ben natuurlijk een van de grootste Biggie Boy fans. Maar wat natuurlijk Augusto Sakai in zijn voordeel heeft, is dat Augusto Sakai niet iemand is die het heel erg makkelijk knock-out gaat. Ik dacht één keer in zijn carrière is hij in Bellator knock-out gegaan. Hij is iemand die een gevecht rekt. Net als hoe Cyril Gane het gevecht rekt. Net als hoe Alistair Overeem het gevecht rekt. Het gevecht rekt. Men noemt dit soort mensen volume fighters. En Augusto Sakai is een volume fighter. Dus het is niet zo makkelijk voor Biggie Boy om dit gevecht te winnen. Sterker nog, hij wordt niet gezien als de favoriet in de UFC. Wat ik er wel eventjes bij moet vermelden, is dat hij er wel heel erg scherp uitzag. Ik heb het interview met hem gedaan vorige week zondag. En ik heb Biggie eigenlijk, maar ik heb hem ook nooit zo dichtbij een gevecht geïnterviewd. Maar hij zag er wel extreem scherp uit. Hij wilde bijna niet praten over dat Cyril Gane gevecht. Niet dat hij er uit de weg voor ging. Maar zijn antwoorden waren very straight. Hey, you didn't know it was a bad day at the office. Die fout maak ik nooit meer. En als sporter zijnde geeft dat me juist confidence. Als je naar Obrendo straks gaat luisteren, misschien geeft hij zijn reactie hierover. Die play was slecht play. Boy, je wil eigenlijk de volgende dag wil je al eventjes erin gaan komen, herstellen. Dus die man is verschrikkelijk gebrand. Het voordeel dat Augusto Sakai wel heeft, hij is wel echt een brawler. Hij is een stand-up fighter, weliswaar is hij Braziliaan, maar hij is een Thai-boxer. Dus daar heb ik altijd confidence voor Biggie. Er zijn weinig mensen die hem stand-up-wise aankunnen. Hij heeft zelfs een reach advantage, als ik me niet vergis. Dus het is een gunstige partij voor Biggie. Maar het is niet zo makkelijk als hoe mensen zeggen. Het wordt een toffe partij voor Biggie. Dat is wat ik erover wil zeggen. Ja, het is sowieso een must-win partij. En waarom is het een must-win partij? Niet alleen voor Biggie's confidence, want zou Obrendo Betaki van ja, die vorige play was niet iets waarover je naar huis kan schrijven. Maar los daarvan, if a man ne win a fitidis, is eigenlijk die route naar een championship, een heavyweight championship in UFC is gewoon een taboe. Het is dicht. Het kan eigenlijk niet meer. Als hij in de race wil blijven, als hij in de top wil blijven, als hij binnen een paar jaar die championship title fight wil krijgen, dan is dit een must. Want eigenlijk hebben ze hem een rang lager gezet dan waar wij hem hadden verwacht na Cyril Gane. Na Cyril Gane hadden we verwacht, hij moet nog één of twee gevechten en dan heeft hij zijn title fight. Dat is nu een stukje verder. Dus dit is een must win fight. In de comments wel de vraag,
hoe kan Tijing voelen om zijn benen ook te gebruiken? Ook iemand die het zegt, kunnen jullie vragen waarom hij nooit aanvalt, weinig gebruik maakt van zijn benen? Dion, je hebt een paar in-depth gesprekken gehad met Biggie Boy erover. Wat kan je daarover vertellen, de footwork en het aanvallend plan van Biggie? Ik snap niet per se wat ze bedoelen met als hij zijn benen ook kan gebruiken. Biggie is een Thai-boxer, dus de leg kicks zitten er altijd bij. De trappen zitten er ook altijd bij. De gevechten tegen, ik dacht, zijn derde knockout in de UFC was een high kick. Dus ik ben het niet helemaal mee eens dat hij zijn benen heel weinig gebruikt. Wat ik natuurlijk wel eens ben, is ik hou van mijn mixed martial arts artiesten om veelzijdig te zijn. Dus dat is ook naar voren gekomen. Ik kan je één ding garanderen. De ploeg waarin hij zit, American Top Team, heeft elke maandag en elke woensdag expliciete vermoeiende worstelsessies. En aan die doet hij allemaal mee. Dus ik kan je één ding garanderen. Biggie is wel veel diverser. Maar ook de vraag heb ik hem gesteld van Eva Waka. Ga je meer aanvallen? Zeg, het kan niet anders. Dit gevecht kan het niet anders. Dit gevecht ga ik echt voor de aanval. Ik weet niet per se wat ik daarvan moet maken. Of dat een voordeel is of een nadeel is. Maar in elk geval in zijn mindset is dat wel naar voren gekomen. Dat hij wel de aanval wil opzoeken. En ik ben reuze benieuwd hoe hij dat zal aanpakken en hoe hij dat zal doen. Dus, Een vraag van Sherwin. Wat als je een no contest, moeten we ook denken aan een mogelijkheid voor een no contest? Of een draw? Boy, ik weet het niet. Het komt niet zo vaak voor. Een no contest denk ik bijna niet. Want wanneer krijg je een no contest? Wanneer het een illegale kick is of een illegaal gedoe. En beide vechters zijn niet echt bekend voor hun ground game. Dus dat leek me sterk. Wat zal een no contest dan anders worden? Een trap naar het kruis. Maar dat zie ik ook niet zo gebeuren. Ja, het komt niet echt vaak voor. En dan komt de meestal een rematch. Meestal bij no contest komt er ook, als de zijt een heel extreme no contest, maar in de meeste gevallen komt er een rematch, want dan wil iedereen die fight ook opnieuw zien. Dat maar is zo. Niet iedereen is het eens trouwens met je. Hij zegt van het wordt te veel gecounterd, te veel geloerd. Hij trapt weer en hij dept ook weinig. Dat is in elk geval de opinie van onze volgers en degene in de comments. Dus daar kunnen we inderdaad over verschillen qua mening. Sorry Jeff, I was cutting you. No, you weren't cutting me. Ik wil alleen zeggen, ik denk dat er niet zozeer wat bedoeld met een no contest, want inderdaad, een no contest is pas wanneer er iets illegaals gebeurt, dat de wedstrijd dan wordt afgebroken. Maar een mogelijkheid van een draw, dat is er wel. Dus een gelijkspel. Wat dan? Zijn dan ook de kansen Een draw is heel moeilijk te krijgen in de MMA-wereld, heeft een beetje te maken met het scoringsysteem. Het komt weinig voor dat er echt 10-10 rondes zijn. Er komt nog minder vaak voor dat er 9-9 rondes zijn. En dan moeten alle judges dat op hun scorecard hebben, alvorens er een draw is. Dus zeker in een 5-ronde gevecht is dat heel... Eigenlijk komt het denk of het kan ik me zo uit het hoofd geen gevecht herinneren waarbij er een draw was. Er zijn, ja, ik kan me 1 of 2 herinneren, maar niet veel wedstrijden eindigen in een draw in de MMA-wereld. Maar op welke punten denk je dat Biggie een advantage heeft op Sakai om kans te maken om deze partij toch wel in zijn voordeel te beslechten? Punching power. Biggie heeft nog steeds de meest gevaarlijke linkerhoek op deze UFC-aarde. Dat is één. En hoe saai het ook is, counterattacking mensen. Counterattacking. Biggie is de beste misschien. Een van de beste in de UFC heavyweight divisie wat betreft counterpunching. En op de manier hoe Sakai vecht, hij is wel een train. Dus het is wel mogelijk dat Biggie hem precies in zijn tracks kan stoppen. Of met die lekkere strakke jabs van hem. Of met die counter linkerhoek. Dus daar is het verschil in. Het probleem gaat zijn als Sakai dit gevecht rekt.
En dat is wel de type stijl die hij hanteert. Daar ligt het gevaar in, maar de voordelen liggen in die strakke jab wanneer Sakai komt aanvallen en die counterlinkerhoek. Oké, even, er wordt gevraagd om het een beetje richting het einde te gaan. Hoe laat morgen en hoe laat zaterdag, Dion, wat zijn de officiële tijden voor Nacho morgen tegen Bermuda en zaterdag Biggie Boy tegen Sakai? Dus voor het gevecht tegen Bermuda mag je vanaf 17:45 mag je al afgestemd zijn. 17:45 komen met flashes. Ik denk dat de spelers rond iets voor 6 binnenkomen. En dat willen we natuurlijk jullie niet ontnemen. Want hoe je het nou draait of keer, er is weinig coverage geweest over de trainingssessies. Dus rond 17:45 zullen we al met flitsen komen. De voorbeschouwing die zal rond 17:45 beginnen. En de aftrap, de officiële aftrap, die is om 19:00. Het gevecht van Biggie is natuurlijk iets complexer. De preliminary fights die beginnen om 17:00. En om 20:00 begint de main card. Biggie is de laatste fitty on the main card, de main event. Dus je kan mikken op 11:00, 12:00 voor het Biggie Boy gevecht, Surinaamse tijd.